Dus ja, een dag niet gepoetst is een dag niet geleefd. Mijn naam is Thierry en ik ben 51 jaar. Ik werk bij verschillende wooncorporaties in Nederland. En dat betekent dat ik bij bewoners thuis kom, huurders thuis kom, om het wonen aangenaam te maken. Ik ben Bart, ik ben inmiddels alweer 47 jaar. En ik hou me bezig met de ontwikkeling en de productie van modeaccessoires. Dat is eigenlijk alles wat een modemerk maakt, behalve de kleding. We hebben elkaar ontmoet in de Exit in Amsterdam, één nacht na Koninginnedag toen. Hij zag eruit als een soort Atari-kid, zei ik altijd. Iemand die computerspelletjes deed en zo. En hij had een hele baggy broek aan. Niet standaard. Die blauwe ogen, de krullen. Laten we echt een bos met krullen. Hele knappe jongen. Ik denk, heel knappe jongen, maar veel te jong voor mij. Het was een grote verrassing toen we elkaar de tweede keer ontmoeten. En de tweede keer sprongen we wel de vonk echt helemaal over. Ja. Dat weet ik nog wel, ja. We zijn 25 jaar samen. We zijn 25 jaar samen. Oh, nee. We zijn 25 jaar samen. Ja, meerdere dingen maakt het volgens mij dat je zo lang met elkaar gelukkig bent. Heel cliché is allemaal, maar dat je elkaar ruimte moet geven, dat je elkaar moet respecteren. Ja, ik zou gewoon zeggen humor. En we hebben heel veel lol samen nog steeds. Ja. Ja. Sorry. Deze hond, onze hond Veran, die hebben we nu 5 jaar. Maar we hebben al sinds het begin van onze relatie hebben we honden gehad. Een van mijn hobby's is poetsen. Ja, het is voor ons extreem belangrijk dat het huis opgeruimd is en schoon is. Ja. En daarin vullen we elkaar eigenlijk ook wel aan. Want Thierry is echt extreem, nog meer dan ik, van het poetsen. Vanaf dag 1. En ik ben wat meer van het opruimen en zorgen dat alles recht staat en dat de schoenen niet scheef staan. Want ik word helemaal hysterisch als er een schoen scheef staat. Dus bij elkaar zorgen we ervoor dat het huis altijd helemaal op een top is. Het is wel een extra uitdaging met hond. En hij mag ook overal komen, dus het is niet zo dat hij nergens mag zitten of staan. Dus ja, alles wordt gepoetst. Dus de bank wordt gepoetst, de plinten worden gepoetst, alles wordt gepoetst. Gordijnen. Ja. Het valt met slecht weer in de herfst en dan heeft hij de modder gelopen en dan regent het en dan schudt hij zichzelf zo uit en dan zit de modderspet dus echt op het plafond. Ja. Dan loopt hij met zijn zwarte poot over het kleed en dan gaat hij nog even op de bank zitten en dan is het één. Dan kijkt hij wel heel lief zo. Eén drama. Maar het is ook zo als we mensen over de vloer hebben. Een feestje of gewoon visite of zo en mensen zijn weg, dan komt het om, de auto's zijn ze weg en dan komt er helemaal, dan komen de dweils en de doekjes en de stofzuiger komt al eruit. Ja. De stofzuiger elke dag en dweilen denk ik 2 keer per week zoiets. Ja. Speciale vloer ook op uitgekozen. Dus we hebben niet besloten om minder te gaan dweilen. We hebben echt besloten om een andere vloer te kiezen, zodat we wel de frequentie hoog kunnen houden. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste Dyson had. Ja, ergens is 2008, 2012 en ik was er echt helemaal blij mee. Want ik wilde heel graag een Dyson. En... Ja, omdat we vinden zo'n stofzuigerzak vonden we toen nog steeds. Vind ik niet zo heel hygiënisch. En dat was Dyson's de eerste. Zonder stofzuigerzak.